Waar gebruik jij je zorgtoeslag voor? Ik gebruik het merendeels om gewoon kleren te halen en zo. Ik stuur het altijd naar mijn ouders. Gewoon om voor zorgverzekering te betalen. Weet je waarvoor je allemaal voor verzekerd bent via zorgverzekering? Geen idee. Ik ook niet. Nee. Tanden, tandarts? Dat weet ik echt niet uit mijn hoofd. Maar... ik heb geen idee. Tenminste, ik weet scooter en ziekenhuis. Vind je dat je genoeg bent geïnformeerd over zorgverzekering? Ik weet er voor mijn gevoel best wel weinig over, maar ja. Misschien dat ook gewoon aan mezelf ligt. Toen ik net 18 werd, zo'n een soort formulier waar alle informatie op stond. En ja, ik vond wel dat het duidelijk was. Toen ik net 18 werd, toen kreeg ik er wel heel veel informatie over. Dus alleen ik ben het nu weer vergeten. Ik niet. Ik weet er eigenlijk... Ik hoor het eigenlijk nu pas voor het eerst. Ik weet er bijna niks van. Ik heb er ook niks over gekregen. Iets van uitleg of iets. Wanneer vind je dat je zorgtoeslag moet krijgen? Want je krijgt nu op de 20ste van de maand. Vind je dat het later of eerder moet komen? Ik zou zeggen rond de 25ste, 30ste ongeveer. Dus is dat dan soms af wordt geschreven de 30ste of de eerste. En dan de 20ste vind ik een beetje te vroeg. Het is wel goed geregeld. Tenminste, voor mij was het heel goed geregeld. Dus. Maar ik zou het wel misschien... iets later doen, gewoon 25, want er zijn mensen die de neiging gaan krijgen om het uit te geven, dus dan misschien wat later. Wat vind je van het zorgtoeslagsysteem? Ja, ik ben er niet heel bekend mee, maar tenminste mijn vader die is er niet heel erg blij mee, dus dan ben ik er ook niet blij mee. Ik krijg gewoon genoeg om mijn zorgverzekering te betalen, dus ik vind het wel fijn.